Welkom in dit zeer sfeervolle stadion waar de toeschouwers en uw commentatoren Jury Mulder en Evert ten Apel gaan kijken naar de eerste poolwedstrijd van deze teams. Ja, laten we eens kijken hoe deze teams presteren op het allerhoogste podium. Het zou best wel eens een mooie wedstrijd kunnen worden als je ziet wie er tegen elkaar spelen. Duitsland en Mexico. Als je dit toernooi met 32 landen al een drukke boel vindt, nou dan kun je je borst nat maken hoor. In 2017 werd besloten dat het WK voetbal van 2026 wordt uitgebreid naar maar liefst 48 landen. Op zich handig voor landen die dit keer net niet mee mogen. Mario Gomez. Het Luzhniki Stadium werd al in 1956 in gebruik genomen en diende in 1980 als belangrijkste stadion voor de Olympische Spelen in wat toen nog de Sovjet-Unie heette. Inmiddels is er geen atletiekbaan meer en is flink verbouwd. In juli 2017 was het stadion gereed en we zien nu een prachtig resultaat. Met deze 11 namen hoopt Duitsland vandaag de wedstrijd in het voordeel te beslissen. 4-3-3, maar dit keer niet in een variant die we vaak tegenkomen. Nee, kijk, de drie aanvallers die, spelen vrij dicht bij elkaar. Het klassieke 4-3-3, zoals wij dat eigenlijk van vroeger uit vooral kennen, is met buitenspelers die gewoon buiten. En dat is hier een beetje anders. De trainer van Mexico heeft deze 11 namen gekozen. Zij moeten het doen vandaag. De opstelling oogt vandaag lekker aanvallend met 3 aanvallers voorin. Ik hou ervan. En jij? Ja, ik speel zelf ook graag in een 4-3-3 systeem even met 3 aanvallers. Heerlijk. Veel spelers om je heen die lekker combineren en lekker aanvallend voetballen. Gestopt door de verdediging. Javier Hernandez. Özil. Mesut Özil. Nou, hij gaat schieten. Of... Oh, knalhard schot. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jury. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Zou hij hebben geoefend met zijn zwakke been, Jury, want hij scoort er toch maar mooi mee. Nou, dat is wel een beetje een wet in het voetballen, dat als je daar dan op traint, dat je daar dan ook de vruchten van gaat plukken. En dat zie je hier, hij scoort. Kijk, Leuwens blij zijn. Zijn ploeg heeft de voorsprong te pakken. Ja, en dan weet je dat ze die meestal niet meer uit handen geven. Na dat doelpunt heeft Duitsland de voorsprong. Diego Reyes. Hector Moreno. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Goed verdedigd. Müller. Julian Draxler. Dat was goed gespeeld. Hij stond precies op de goede plek om het gevaar te keren. Want het zag er inderdaad gevaarlijk uit. Die bal is voor de tegenstander. Mexico zet een aanval op. Ja. Daar is de snelle gelijkmaker. En ze hebben niet lang van hun voorsprong kunnen genieten. De doelpunten vallen als rijpappelen. Wat gaan we toch allemaal beleven vandaag? Doelpunt nu vanuit een andere hoek.
visitor. Pedira. Carlos Vela. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Pedira. Zo, die heeft plannen. Wie weet levert dit een kans op. Pedira. Dat is een doelpunt. Scoort met zijn zwakke been, of toch niet, Joeri? Nou, het is volgens mij ook zijn zwakke been, maar het zwakke been is wel sterk genoeg om de doelpunt te maken. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Tevredenheid op het gezicht van bondscoach Leu. Ja, en die is vanzelfsprekend natuurlijk hartstikke blij met deze voorsprong. En gaan de Duitsers dit over de streep trekken? Dat is de vraag. En we trappen af. Mexico staat achter nu. Diego Reyes. Hector Moreno. Irving Lozano. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Het is lopen met de Hernandez. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Sami Khedira. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Özil! Recht op de keeper dat schot. Irving Lozano. Javier Hernandez. Prima ingreep van de verdediger. Özil, Jonas Hector, Kroos. De eerste speelronde is aangebroken en dat betekent dat de kansen voor iedereen gelijk zijn. Mario Gomez, de keeper redt op fenomenale wijze. En de bal gaat achter en de Duitsers mogen nu een hoekschop nemen. Corner wordt diep getrapt. Paniek achterin. De verdediging heeft moeite die bal weg te krijgen. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. De tegenaanval wordt afgeslagen. Het wachten is op een nieuwe kans. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk goed gekiept door die doelman die een tegenaanval voorkomt. Duitsland gaat de corner nemen. Dat is een mooie afstandsschot en een nog mooiere redding. De bal wordt voor het doel gebracht. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Wat hebben ze die keeper geprobeerd het. Jonas Hector. Tony Kroos. Dat moet hem zijn voor Gomez. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is een treun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Maar dan is het nog meer ruimte weggeven. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. Laten we die goal nog maar eens bekijken.
20, Mario Gomez. De Mexicanen gaan in de aanval. Daar zit de tegenstander tussen. Het is lopen met de bal op de helft van de tegenstander. Dat moet hem zijn voor Gomez. De doelman redt de aanval op door. Weinig problemen voor de keeper daar. Ja, deze kopbal was een eitje voor de keeper. Die verschoot je daar echt niet mee. En het spel gaat weer de andere kant op. Kedira. Javier Hernandez. Mexico mag doorspelen van de scheidsrechter. Mesut Özil. Die paas wat onderschept. In zo'n eerste groepswedstrijd lijkt de spanning nog niet zo hoog. Maar je moet eigenlijk beneden het kopje erbij houden. Ja, dit is natuurlijk vrolijk. Nou, de keeper zal een goede muur moeten bouwen, want die bal ligt ideaal. De vrije schop wordt genomen. Ja, daar ligt de tegenstander echt niet wakker van. Een vrije trap van helemaal niks. Ja, dat was een zwakke poging, Evert. Die bal kwam nog niet eens in de buurt van het doel. Toni Kroos. Kimmich. Julian Draxler. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Mooie tackle. Goed verdedigd ook. Diego Reyes. Irving Lozano. Hij weet die paas te onderscheppen. Nou, bal kwijt. Te zien of de tegenstander er wat mee kan. Hij komt nu op een afstand dat... Wordt dit wat? De scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Uitgelezen kans om te scoren. En die zit. Kijk eens, hij komt goed voor zijn tegenstander en laat de keeper van dichtbij kansloos. De keeper zit nog aan die bal, maar weet het doelpunt niet te voorkomen. Tja, die zal er de P in hebben. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Het loopt op rolletjes en het zorgt begrijpelijkerwijs voor tevreden gezichten langs de kant. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Javier Hernandez. Hector Moreno. Duitsland zet weer een aanval op. Oh! Hij staat te trappelen om de corner te nemen.
De corner wordt diep getrapt. De keeper redt op fenomenale wijze. Die is er vandoor. Mexico zet een aanval op. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede... Kijk nou! De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Een geplaatste bal en veel scheelt het niet, Jury. Luttele centimeters, denk ik zo. Ja, kijk dat hij die bal plaatst van die afstand. Dat is geen verkeerde oplossing. Ja, hij is net niet nauwkeurig genoeg. Toni Kroos. Müller. Duitsland voert de druk op de goal op. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Javier Hernandez. Mesut Özil. Vela. De Mexicanen gaan in de aanval. Ai, 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 wat een belabberde paas. Buitenspel, val, werk, prima. Kroos. En mogelijkheden nu voor Duitsland. Een super redding hoor, voor de keeper. Het is wachten op de corner. Mooie redding van de keeper op dat afstandsschot. Ze kiezen voor de lange variant. Uiteindelijk loopt de aanval op niks uit. Buiten de lijnen gekopt. En dan begin je aan de eerste wedstrijd van het WK. En dan sta je in de rust al met zoveel doelpunten voor. Ja, dan denk je bijna, waar heb ik me nou druk om gemaakt? Ik ben, Jury, een fan van Sami Khedira. Maar ja, hoe doet hij het vandaag eigenlijk? Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen. En zal nu proberen een hat-trick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten. De tweede helft is begonnen in de eerste wedstrijd die beide teams op dit WK spelen. Ja, Evert, ik hoop echt dat ze op dezelfde voet verder gaan. Want ik heb me best wel vermaakt in de eerste 45 minuten. Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Kroos. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Wat gaat hij doen? Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klem vast. Javier Hernandez. Daar ligt de counter mogelijk. Volgens de scheidsrechter is dat een vrije trap voor Mexico. Net onderschept. Julian Draxler. Müller. De Duitsers gaan aanvallen. En die bal gaat over de zijlijn. Mexico mag ingooien. Carlos Vela. Dat is een lekker balletje. Hij is doorgebroken. Ze zetten met 1 druk en hebben de bal weer veroverd. Wie weet levert dit een kans op. Komt dat schot?
over de achterlijn daar via de lat. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Daar gaat hij. Buitenspel volgens de scheidsrechters. Anders had hij gezeten. Jonas Hector. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Het is lopen met de bal en de blik vooruit. Goed verdedigd. Soms is dit de beste oplossing. Hij is geblesseerd en wordt gewisseld. Mesut Özil. Verdediging staat ze in de weg. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Sami Khedira. Draxler krijgt de kans om hem te maken. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex even. Schitterend om te zien. Kijken wat ze met die corner kunnen. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publiekswissel, toch? Ja, of misschien sparen ze ervan. Hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even om een applausje in ontvangst te nemen. De corner wordt diep gedraaid. Die hoekschop is een prooi voor de keeper. Die hoeft zich daarvoor niet eens echt in te spannen. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Duitsland zet weer een aanval op. Een schot. Ingreep door de keeper. Hij staat de trappel om de corner te nemen. Kroos kiest hier voor de lange corner. En die bal wordt van de doellijn gehaald door de verdediger. Geweldig gedaan. Ik dacht dat hij er al in zat. Irving Lozano. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Hector Herrera. Verdediging blokt. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Je kunt nog zo goed zijn. En iedereen speelt wel eens een mindere wedstrijd. Zelfs een begenadigde speler als Mesut Özil. Maar vandaag blinkt hij uit. Ja, hij heerst op het middenveld. Veel aanvallen beginnen bij hem. Hij weet steeds goed vrij te lopen en komt daardoor veelvuldig aan de bal. Die assist is een beloning voor zijn sterke optreden. Diego Reyes. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Het wachten is op de corner. De bal wordt in de 16 gepompt. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Müller. En mogelijkheden nu voor Duitsland. De bal wordt voor het doel gebracht. Özil heeft de tijd om iets moois te doen met die bal. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Sami Khedira.
Marco Reus maakt zich... Het leek mij dat hij net niet buitenspel stond, maar de assistentscheidsrechter heeft kennelijk een andere mening. Toni Kroos. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Thomas Müller. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Miguel Layún. Bal retour afzender. Hector Herrera. Hij deed die paas onderscheppen. Müller met het schot. Goeie ingreep van de keeper. En we krijgen weer een corner. Wordt in de 16 gebracht. Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd, want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hector Herrera. Wie weet levert dit een kans op. Komt ertussen. Sami Khedira. Müller. Miguel Layún. Javier Hernández. Mogelijk een goede kans hier. De hoekschop wordt zo genomen. Ze kiezen voor de lange variant. Dat leek wel even een gevaarlijke hoekschop, maar hij gaat aan alles en iedereen voorbij. Hij heeft de bal terug en kan nu een voorzet geven. Meer dan een doeltrap zit er niet in na deze aanval. Het laatste fluitsignaal heeft nog niet geklonken, maar de supporters vieren feest alsof de drie punten al binnen zijn. Ja, en dat is misschien toch een beetje voorbarig even, want we zitten in de slotfase, maar het kan nog alle kanten op. Jonas Hector. De tegenstander probeert de opbouw te verstoren. Uitstekend over de breedte geplaatst. Dat was gruwelijk mooi. Hector Herrera. Sami Khedira. Gundogan. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Vanaf het begin was er één dominante ploeg. En nu we het einde van de wedstrijd naderen, kan ik zeggen dat daar geen verandering in is gekomen. Ilkay. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Doorgekopt.
Marco Reus. De wedstrijd wordt iets te. Die actie levert de Duitsers een penalty op. Steekt zijn been uit en pakt de speler in plaats van de bal. Duidelijke overtreding. Geen twijfel over mogelijk. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheids heeft gelijk. Diego Reyes, nog slechts 4 luttele minuten te gaan. Die paas wordt onderschept. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Hugo Ayala. Jérôme Boateng, Mats Hummels. Zo, goed geraakt. Goeiedag zeg, wat een pegel. Ja, we wisten natuurlijk dat deze speler een goed schot in de benen had, maar je moet het ook nog wel even gaan laten zien. Hier krijgt die speler de bal tegen zich aan. Soms zit het even finaal tegen als je verdediger bent. Dan heb je gewoon pech dat hij erin gaat. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. De fans kwamen met de verwachting dat ze zouden winnen. En ze zijn zeker niet teleurgesteld. Inderdaad, het was een makkelijke partij voor de thuisploeg. Dat is goed te zien op het scorebord. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Nog maar 1 minuut te gaan. Aguilar. De Duitsers gaan aanvallen. Een grote mogelijkheid hoor. Wat een verdediger op de bal gespeeld. Diego Reyes. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Reus met de dribbel. Daar zit de tegenstander tussen. De scheidsrechter fluit voor het einde van dit duel. Tja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen, Evert. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt, hè. Dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. Ja, ik denk dat dat vandaag de zege heeft opgeleverd.